Dag mensen, welkom bij Strundisemol. We zitten vandaag aan de grens van onze provincie. Maar als je hier op de rotonde linksaf gaat, dan kon je in Emmeligheim, in Emmelkamp, zoals je zegt. Of in Noordhort, nee, wat Widderiet. De ginnekaart op gooien naar Amsterdam. Door kon je in Neeschonbeek. Maar we zitten vandaag aan de Strun in Schonbeek. We genieten van de zon, dames. Oh, hi. Mooi. Even genieten van een lekker, ja, eerste vuur, joh, zonnig. Ja. Lekker, hè? Lekker, ja. Hè? Moet even een keer weer, hè? Ja, ben je gewoon lekker naar de keuken? Even naar de keuken, ja. Ik wil even rondie. Gewoon even lekker naar rondie maken. Rondie Westerse Bos. Westerse Bos. Nee, door naar West. Nee, nog bedoel. Ja, vandaag nog niet. Nee, oké, maar dat is een mooie dat stadie, weet ik, hè? Dat is een heel mooi hoekje van de week, ja. Ja. Is Oosterse Bos is nog mooier, daar ben ik geboren. Oosterse Bos, ja? Allemaal mooi, hè? Mijn dorp is ook mooi. Maar dat is Westerse Bos. Dat is Westerse Bos, ja, dat weet ik. Ja. Maar, heurt dat nou gewoon officieel bij Schonbeek of is het nou echt een dorp die dat Westerse Bos heeft? Nee, het is wel origineel Schonbeek. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik heb het gevoel dat dat ook echt het oude, het begin van Schonbeek is, maar dat dit eigenlijk jonger is. Dat klopt zo. Kijk, het oudste gedeelte is, ik denk dat Schonbeek begonnen is met die drie bossen, toch? Ja, Westerse, ja, het middendorp. Ja, ja. En de rest is erbij. Toen kwam de Hurley. Toen kwam de naam. Ja. Ja. Het Drentse dorp Schonebeek wordt sinds jaar en dag gekenmerkt door de zogenaamde ja-knikkers. Die ook in het hart van het dorp constant bezig zijn olie op te pompen uit de grond. Totdat zo'n put dood is. Omdat de olie zeer dik is, wordt onder een druk van 50 atmosfeer stoom in de bodem geperst. Waardoor de olie dunner wordt en gemakkelijker kan worden gewonnen. Hebben jullie zelf ook nog betrokkenheid op bed? Met een naam? Met een naam of je ouders of wat ook? Nee. Nee, hè? Nee. Vader wel, maar... Je papa had er bij de naam? Oh, ja. Die heeft eerder altijd bij de naam werkt, ja. Ja, ja. Maar ja, jakenekkers, die bent er niet meer, hè? Moet je hem in het dorp kijken? Ja, maar die zegt niks. Dan moet je hem bij de bakker aankloppen, ja, maar die zet hem aan. O ja, die zet hem aan? Die zet hem aan voor jou. Ja. Pak hem maar. Het is vandaag een prachtige lenteachtige dag en het is ook echt duidelijk zichtbaar lente, maar de winter is nog niet die morgen bij. Er komt al slinger aan op. Anna, ben je vrij vanmiddag? Oh, toch niet? Nee. Ik denk schoolmeester zit allemaal vrij op onze middag. Nee, nog niet. Nee, hè? Ik heb straks een bespreking, leerlijk bespreking. Hè? Och, ja. Ja, 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 ben je IB'er? Nee, ik ben het niet, nee. Nee. Dan moet ik met de IB'er. Maar je moet met de IB'er? Ja, die mensen van alle klassen weten wat er overal aan de hand is, hè. Ja, ja. 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 Goh, toevallig dat ik je nog tref hier. Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad, nee, wat dorpsgenoten, hè, ja, van de oorsprong. Ik heb laatst heel veel afleveringen gezien, dat vond ik mooi, dat je in je ouderlijk huis. Ja, leuk, hè? Ja. In Nurg, ja. Ja, ja, ja. Ik kreeg ook mijn zin om te kijken naar mijn eigen huis, waar ik geboren ben, in Hosloor. Ben je in Hosloor geboren? Hosloor ben ik geboren, ja. Ik weet niet, jullie wonen in Sliemer. Ja, dat klopt. Ja, verder is iedereen in Sliemer. Hoe ben je geboren op Hosloor, hè? Oostrechterweg, Surm, dacht ik. Aan Knol? Aan Knol, ja. Ja. Ja, mijn opa, die had een goede regie. En daar woonde mijn papa en mama hier weer. Ja, ja, ja. Moet je nog met al volk op pad? Muziek maken? Ja, als het goed is Lientje weer beter. Anne is accordeonist bij de dansers van Tolvol. Bij de dansers, ja. Ik kan heel mooi accordeon spelen. Nee, inderdaad. Er is een toneelmiddag van TOG. Bijna. Oh, je begint bijna? Ja. Ja, 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 dankjewel. Een toneelmiddag. Oh, dat is wel dit mooi. TOG, tot ons genoegen. Goedemiddag. Ben je al begonnen of niet? Nee, nog niet. Oh, hard bijna. Goedemiddag, mensen. Mogen we hier even kijken? Vanavond wel. Onze zin, die middag. Het doek ging les in de voorstelling begon. Oh, kijk nog eens, we zijn op een camping. Wat een mooi decor. Misschien dat we zo amstig. Ja, maar we hebben altijd op woensdagmiddag en zijn seniorenmiddag, zodat de senioren in het dorp en de omgeving ook kunnen komen. Is dit nou een van de eerste of een van de laatste voorstellingen? Het is de tweede. Zaterdag tot de laatste. Nee. Jij vindt op het moment niks mooi, leuk en aardig. Kom maar toch. Leg de hoek eens weg, ontspannen is een beetje. Wat een mooi decor. Ja, prachtig, hè. Het is bingo op de camping, heet het stuk. Dus daarom ook twee caravans.
Dat was nog mooi met de boeken in de regen. Hartstikke spannend. Ja, het is een prachtig stuk. We hebben afgelopen zaterdag gespeeld en eigenlijk de recensies zijn alleen maar positief. Ja, echt superleuk. Het publiek reageert ook mooi. Ja, heel erg mooi. Ja. Zeker weten. Hé, al die boom. Oh, mooi. Mooi, hè? We kunnen niet wachten om de hele middag te wezen, maar ik vind het alleen maar mooi. Toneelstuk. Prachtig. Hier... in Schoonenbeek, in de Wolfshoeven. Kijk, Schoonenbeek is natuurlijk een dorp... Dat moet je onmiddellijk aan olie denken, aan olieboringen en zo. Maar ze hebben er hier zelfs een school genoemd, zal ik je vertellen. De Oliebron. De christelijke basisschool. Zo zou je in Saoedi-Arabië verwachten. Maar natuurlijk ook in Schoonenbeek. Maar ja, die bron droeg wel op. Dat is dan weer jammer. Mooi straat hier. Ja, hier ben aan de gang. Het is bedoeld dat je hier gewoon gaat renoveren een keer. Wanneer het was, weet ik niet meer. Ook die woning waar jij nog eens zit? Maar ook gerenoveerd worden? Ja, die met alle namwonings, hè, van vroeger. Oh ja, namwonings, ja. Deze huizen, die zijn allemaal zo gebouwd zo rond de jaren 50. Dat bent, ja, die zijn gebouwd voor mensen die bij de nam aan het werk waren. En je kunt dan die dikke bomen ook wel zien. Die zijn ook ongeveer een jaar of 60, 70 oud. En misschien nog wel ouder, dat is wel ieder dikker. Dat zie je toch niet vaak, een brug bij huis. Wat leuk, hè? Goh, dan moet je toch echt van liefhebber wezen als je een brug bij huis hebt. Ja, dat ben ik ook wel. Ja, maar, ja dat is wat te zien, ja. Ja. Maar goed, eerlijk is eerlijk. Je kunt ook geld besparen als je het zelf kunt doen. Als je het zelf kunt doen? Ja, bliksem als je alles naar de garage doen moet. Ja. En die liep je nog van een auto, die kost ook nog een patiënt. En als je iedere keer in de garage moet. Ja, dat was een dure liefhebberij. Dat kun je beter proberen zelf alles te gaan doen. Ja. Hm? Maar je moet er toch wat voor over hebben, want dat je moet echt zeggen, het is een beauty bij de woning. He, zo'n brug. Nou, mooi is niet, maar goed, de berging is ook nog niet af. Oké. Okay. Als je hier ziet, dan moet nog een stuk muur op. Oké. Okay. Oh, dus nog meer dan een halve meter gaat hij omhoog. En dan komt er een heel dak hier overheen, dus er wordt een kaap wordt. Oh, en dan zie je hem straks niet meer. Nee, precies. Nee, het is niet namens voor de buurt. Nee, dat ik helemaal mee. Ik word er nog heel voorzichtig, zeg ook, maar ik bedoel even, dan liet toch iemand niks. Maar. Ik kan wel tegen kritiek, dat is niet zo goed. Dit is die kritiek. Ik vind het alleen wel grappig, dat wordt mensen daarvoor kiezen. Ja, ik heb mensen van RTV Drenthe op bezoek. Ja, ja, ja. Hoi, goeiedag. Hoi. We waren hier, we vinden dit zo mooi. Ja? Zo'n brug in de tuin. Ja. Ik denk, wat zal die vrouw ervan zeggen? Maar... Och, we zijn alle twee van die oude vandaan. Ook jij ook? Ja, zeker. Ah joh? Ja, zeker. Ja, ook mijn sleutel, hè? Of niet? Nee, dat niet. Maar ik heb zoveel een mooie Porsche Boxster. Dus, oh, wauw. Ja. Een vrouw in een Porsche die dat ook nog mooi vindt. Ja. Dat gebeurt niet vaak. Nee. Och, je mag me liever zien als je wilt kiezen. Ah ja, ik hoor dat maar niet meer. Dat bedoel ik, hè? Ja. Heeft de liefde voor auto's jullie ook bij elkaar gebracht, of niet? Nee, dat niet. Oh, dat niet? Nee, oh. Maar dit is mijn auto. Oh, wat donder. Ja, dit is mijn auto. Ja, ik heb altijd een stille wens gehad om ooit nog eens een keer een mooie Porsche. En nou ja, ik bedoel, we hebben er al bij hard verwerkt. Nou, ja. En nou ja, ik heb je gaat er ook met een bosje op doen, of niet? Ja, ook wel. Ja, ja. Ik kreeg wel bekiks, denk ik, of niet? Oh, ja, zeker. Jongens, in Struun maak je van alles met. En in een snelle Porsche, met een vrouw. Wat wil je als keel nog meer? Ja. Ik wacht mee eraan. Misschien wel een leuk voor de reportage. Ik weet het wel zeker. Ja. Het zit al hier al lekker, hè? Die leren stoelen. Nou, dat was. Doeg. Ik heb ook zo'n heer. Ik heb me wel eens afgevraagd, hoe kun je dat zo mooi recht, man? Nou zie ik het. Touwgieter, bedankt. Ja. Dat is de meneer. Goedemiddag.
Ja, maar dan is het iets van je hoor, hier knippen. Ja, samen met de buurman heb ik daar deur genomen en die zei dat was nou het moment ook. Ja. Ja. De vorige jaar ook om die tijd te doen en zo wat en dat is goud lukt. Ja. Ik hoor een grunnigs accent, klopt dat? Ja. 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 En grunniger in Schonebeek? Ja, maar ik ben geboren in Drenthe en toch een beetje altijd weer een beetje heimwee kregen door Drenthe. Ja, toch wel, ja. Ja, maar in mijn jeugd. Als ik kameraden wil hebben, dan moest ik Grunnings proberen. En anders werd ik niet in de groep opgenomen. Dus, dan kon je de Veenkolonie? Nee, het Hoogelaans. Oh, het Hoogelaans zelfs? Ja. Ja. Echt Grunnings? Oerhoezen? Ja. Oh, prachtig. Mooie wereld. Wat bracht je dan in Schonebeek? Uli? Ik zag een probleem met die andere werkgever een beetje opkomen. En toen zeiden we, nou, dan gooi ik solliciteren niks. En hier was een werkgever en die wil mee hebben, dus dat heb je de gok genomen. En daar geen spiet van denk ik? Nee. Dan moet van toch maar eens kijken hoe de heer geworden is. Ja, ja. Fietsen maar een keer lang. Dat fietsen maar een keer lang, ja. Ja. Succes ermee. Ja. Ja, mooi hè. Je kunt er wel met kriebels in Schonebeek, hè. Ja, dat is hard. Hoe maak je medisch? Oh. Mooi. Je ziet niet om de kriebels hier in Schonebeek. Ja. Jongen, ik kom een beetje overschot in de ziel. Ik weet niet wat raars. Wat? Het bleek dat schot te wezen voor een beetje wat strik je er nou op dan? Ja, nee, dat is... Is dat olie of zo? Dat zat in een blik bussen. En die was een beetje vroeg, dus ik kon nog niet zien wat erop stond. Nee. En ik heb een rondstreek nog eens op een schuurtje door en dat lekt goed. Ik denk, ja. Maar nou, ik ben nou op. Ik wou schuurtje, oh ja, nou heb ik probleem. Maar wat moet je met de rest? Ja, we moeten... Maar wie nog wel wat is, hè? Nee, ook niet. Oh, dat is ook mooi grap. Als er maar wat op zit, jongens, als er maar wat op zit. Klein beetje blanke lager op of zo. En die schuren, daar staan wel 30 fietsen nee. Die gaan ook een beetje fietsen. Ja? Oh, je handelt erin? Ja, ja, nou, bij je stationfiets. Ik moet niet te veel reclame van maken. Een mooie lichtfiets, dan moet ik een mooie lichtfiets voor jou. Een lichtfiets? Heb je een lichtfiets? En die dat tot nog? Ja, natuurlijk wel. Heb ik nog nooit op reden. Ach, god, wij, joh. Nee. Ja, joh, nou, bekijk maar even. Oh, god, dat zou nog eens in beleven. Je moet nog allemaal maar terug wezen, hè. Oh ja, ik kan me zo nog niet vragen, maar... Hij zei, stiet door achter. Dat is die, je drukt maar zo niet achter weg, hè. In principe niet. Op zo'n fiets. En je ziet een oude bronfiets. Op zo'n fiets, ja. Dat is een oude maat, een oude Peugeot. Maar ik heb nog veel mooiere bronfiets. Dat doe ik met op een toertocht. Dus dit is een deskuurtje. Maar dat wil je ook graag. We hebben zo'n nieuwsgierig ja, als wij. Dat is een mooie Sparta, jongen. Oh, dat is van moois. Een mooie Sparta bronfiets. Oh, wat mooi. Oh, dat is echt een jaren 60 brommer, of niet? Nou, twee dingen trap met een rabok, denk ik. Ja, wel hè? Ja. Een Sparta, wat mooi. Dat kun je zo brengen als moeder, echt wel. Hoe oud is deze brommer? Voor mij is het van 66. Och ja, dat is echt. Mijn buurman had eerder ook zo in ieder geval. Ik heb hem gekocht, hij was helemaal, lag helemaal in elkaar. Ja. Ik heb hem helemaal nieuwe vellings, nieuwe spaken, spappen op laten spuiten en nieuwe banden erop. Ik heb hem helemaal gerestaureerd. Nee. Mijn vader 600, ik was dood, ik kreeg nog geen zakgeld. Ik kon kiezen vroeger. Rook nog benzine. Dan maar benzine. Dan maar benzine. Ja, eigenlijk ja. Dat vind je ook niet, ja. Wat denk je, je zit net drie keer trappen naar de lappen. Ja. Wil je dat eens proberen? Nou, geen probleem. Dat is natuurlijk wel mooi, dan wil je er ook eens in zien of dat zo is. Ja. Ja. Nou, je hebt dus de elementen even nog niet lopen? Nou, van een paar weken geleden hebben we nog een keer aan het lopen. Kijk. Ach. Dat is een beetje koud, hè? Hij loopt mooi. Hij loopt nee hoor. Die zegt wat jij loopt, maar een bromfiets hier of als een nijmachine loopt ze dan maar. Mag ik het proberen? Of ik dit proberen wil? Kan ik dat ook? Ja, dit is de koppeling. Ja. En dat is de eerste. Oh ja, oh, ja. Oh, dan wil ik het proberen. Ben je nog verzekerd? Nou, dat hoop ik maar. Nou, dat is al heel lang geleden dat ik op zo'n brommers hier heb. En ik hoop dat het allemaal goed giet. Want als het niet goed giet, dan heb ik volgende week geen strunnen. En als, zal ik zeggen, tot de andere week. Hou jij mijn microfoon vast? Ik zal hem vast houden. Ja, kom maar. Je gaat zijn een beetje kool, hè? Ja, dat komt ook.